Voor iedereen die het niet meegekregen heeft, gisteravond heeft Showlaat bij SBS 6 foto's laten zien van Onno, mijn man, die vorige week woensdag in een hotel in Maastricht een afspraak had met een jongen. Ik wist van die afspraak af. En nou, daar zijn deze foto's uitgekomen van twee mannen die dicht elkaar aanhangen in een lobby en ook een kus geven. Nou, dat was natuurlijk wel iets dat je denkt, oké, nu Onno heeft er gisteravond ook al een eerste reactie op gegeven. Ik wil ook even zeggen dat ik echt vind dat Patty Bracht en Boven Ervedoorns dat prima gebracht hebben met een soort terughoudendheid daarin. Maar het is natuurlijk wel een dingetje. Dat werd het ook wel vandaag. Je zag alle sites en nieuwsfabrieken rolden over elkaar heen. En dan denk je, ja, wat gaan we nu doen, snap je? Ik heb geen moment gedacht, we gaan het niet behandelen in RTL Boulevard. Ik heb geen moment gedacht van, ik ben ziek vandaag. Ik ben er even niet. Nee, ik doe dit programma 13 jaar. We hebben regelmatig foto's getoond van mensen in deze positie die geen familie waren. Dus ja, dan moet je ook zo eerlijk zijn en zeggen, luister, als je aan de buurt bent, moet je hier ook gaan zitten. Heb ik ook altijd interviews aangegeven. Dan zeggen mensen, ja, maar als dan Onno in zo'n situatie, ja, dan behandelen we het ook in Boulevard. Nou, de dag die ik wist zou komen, is dan eindelijk hier. Dus daar gaan we het over hebben. Wat doet dit met je? Nou, het is natuurlijk niet leuk als dit gebeurt. Waarbij ik wel meteen aan wil geven. Niet leuk is als die foto's op tv komen. Maar ik meteen aan wil geven dat ik op zich geen probleem heb met die situatie. Als je een emotionele week hebt. Je spreekt met iemand af. Je zit aan de bar. En nou ja, op een gegeven moment in zo'n sfeer word je wat losser dan normaal zou zijn. Dat kan allemaal gebeuren. Het is niet dat ze kruipen over elkaar heen. Er zijn zoenen gegeven. Nou, dat is dan dat. Een heel volwassen antwoord, vind ik. Want er zijn een hoop mensen die misschien ook denken, wow, dat is toch, het is toch intiem. Ja, maar het heeft ook te maken met de fase waar jullie in zitten. Nou ja, en dat is eigenlijk ook het verhaal. Vandaag hebben Onno en ik veel contact natuurlijk met elkaar gehad. Want dat is, hij zit in Maastricht en ik zit in Kromvoort. Ja. En op dit moment gaat op onze site een verklaring van ons beiden wordt er gezet. En die wil ik hier eigenlijk gewoon voorlezen. Wat natuurlijk ook vreemd is. Want het is niet alleen Albert Verlinde, het is ook de burgemeester van Het is ook Onno Hoes. We zijn al 22 jaar samen. In de loop van de tijd zijn onze agenda's steeds voller en onze verantwoordelijkheden steeds zwaarder geworden. Zeker de afgelopen 3 jaar met 2 vaste woonplekken is het goed onderhouden van die relatie niet eenvoudig geweest. Toch hebben we steeds gezocht naar mogelijkheden om elkaar vast te houden en elkaar niet te verliezen. We willen graag onze relatie goed houden met respect voor de vrijheid die we beiden hebben om ook individueel invulling aan onze levens te geven. Dat gaat met ups en downs en dat is niet altijd gemakkelijk. Met het oog daarop hadden we onlangs besloten om elkaar niet alleen ieder weekend, zoals ze doen gebruikelijk, maar ook door de week vaker te zien in Maastricht of Kromvoort. Om daarmee te proberen om meer samen te doen en verwijdering tegen te gaan. En daarom is het buitengewoon onhandig en gezien de functie ongepast dat Onno, hoewel in zijn vrije tijd en in een emotioneel onbewaakt moment, zich in het openbaar zo heeft gedragen als vorige week woensdag het geval was. Albert wist dat er een afspraak was en heeft geen probleem met de ontstaande situatie en zit ook geen reden om de ingeslagen weg niet samen met Onno te continueren. Wij zijn 2 volwassen mensen en het is aan ons om hierover na te denken. Chapeau, dat is onze verklaring hierbij. Betekent dus ook dat jullie absoluut niet uit elkaar gaan? We zijn absoluut niet uit elkaar. Sterker nog, ik ga vanavond weer naar Maastricht. Het weekend zijn we in Maastricht. Het gaat gewoon door. En er is wat te bespreken. Dat is natuurlijk duidelijk. En dat gaan we ook de komende tijd doen. Maar zoals je uit die verklaring begrijpt, daar waren we ook mee bezig. Want het is hartstikke moeilijk met alles wat we in onze levens doen om elkaar vast te houden. En dat gaat met ups en downs en zoeken en zoeken. Nou, en dit is eigenlijk een nieuw wegwijzertje op deze route. We lopen vrolijk verder. Volg @website Bedaan op Twitter. En blijf op de hoogte van al het Showbiz News.